Ja, heel belangrijk duel. Ik denk dat we voor het seizoen ergens probeerden te zeggen van altijd de drie laatste posities te vermijden. Wel, ik denk dat het zeker en vast een cruciale match is, omdat beide ploegen dan gelijk staan met 6 punten. Nog een aantal andere ploegen die eigenlijk in onze nek aan het ademen zijn. Dus wat ons betreft is het resultaat enorm belangrijk. En ja, kunnen we spreken van een 6-punten-match. Als je dan die punten terug zou kunnen pakken. Want ja, mag niet vergeten, we hebben 4 keer na elkaar verloren. En iedereen spreekt over goede prestaties, maar we gaan er niet mee vooruit. Dus het is absoluut noodzakelijk om punten te pakken. En morgen is zo'n belangrijke match waar we voor staan. En die we moeten heel serieus aanpakken en ernstig zijn over alle ruimtes te bedekken. En ook als team terug proberen goede prestatie te leveren. Maar eigenlijk zou ik zeggen van zijn prestatie is misschien niet zo belangrijk, maar de punten zijn wel belangrijk. Tot nog toe hebben ze al redelijk wat goede matchen gespeeld. Ik denk dat ze ook een referentiepunt hebben met de wedstrijd dat ze gewonnen hebben tegen Club Brugge. Dus dat is toch wel iets die in het oog springt. En voor de rest is het natuurlijk ook een heel jong team. Aangevuld met een paar anciens, keyspelers zoals een Peters. Die we dan toch moeten uit de match kunnen houden om resultaten te houden. En voor de rest, ja, heel veel jonge spelers. Enthousiast, een ploeg die heel veel wil voetballen met wel snelheid vooraan. En achteraan ja, zijn ze heel gretig en proberen ze toch wel hun eigen wil op te leggen. En dat vind ik ook wel mooi. Ze gaan zich niet ingraven. Ze proberen ook wel te voetballen van achter en uit. En ja, dat oogt wel mooi, vind ik. En niet tegenstaande dat ze misschien dan al een paar keer verloren hebben daardoor. Maar oké, het is een positieve ploeg. Het is een ploeg die vooruit wil spelen. En toch wel met heel veel jonge talenten. Wel, Cantelaris en Fraser Hornby sukkelden na verleden week met een beetje spierblessures. Voor beiden is het nog altijd wel nog een vraagteken of ze gaan kunnen starten. Dan Robbie Dazen komt terug in de selectie. Brecht Capon nog niet voldoende hersteld. En ja, dat zal het zo'n beetje zijn, denk ik.